Sterker nog, zelfs bij zoiets belangrijks als de verkiezingen, dan handelen wij veel vaker vanuit onze onderbuik dan dat we zelf willen toegeven. Als een politicus zegt, ik ben ervoor dat deze aarde over 80 jaar nog schoon is, ik ben tegen kinderarbeid en ik vind dat onze kinderen gezond moeten eten. Dan zegt iedereen, ja, dat vinden wij ook. Nou, en als die politicus dan daarna zegt, oké, dan maken we het autorijden duurder, dan gaat de Coca-Cola-fabriek dicht en dan sluiten we de Action. En dan zegt in één keer iedereen, ja, maar dan gaan we nu op jou stemmen. Dus blijkbaar stemmen we veel vaker met ons onderbuik en minder vaak met ons verstand. Sterker nog, er zijn mensen die kunnen helemaal niet denken en die stemmen ook. Nee, dan heb ik het echt over de mensen die niet kunnen denken. Er zijn in Nederland ongeveer 220.000 mensen die lijden aan dementie. Die mensen mogen niet zonder begeleiding naar buiten, maar die hebben wel stemrecht. En daar heb ik dus even over nagedacht. Als er gewoon in Nederland een groep is van 220.000 mensen die niet kunnen nadenken, maar die allemaal op jou zouden kunnen stemmen. Als die allemaal op jou gaan stemmen, dan heb jij omgerekend in de Tweede Kamer gewoon 3 zetels te pakken. Nou, welke partij heeft toevallig 3 zetels? Denk! In Nederland heeft meer dan 1 miljoen mensen last van een depressie. Als die allemaal op jou gaan stemmen, heb jij 6% van de stemmen, omgerekend 9 zetels in de Tweede Kamer. Welke partij heeft 9 zetels? De Partij van de Arbeid. 9% van de mensen in Nederland heeft een IQ hoger dan 120. Als die allemaal op jou gaan stemmen, heb jij 13,5 zetel, afgerond 14 zetels. Welke partij heeft toevallig 14 zetels? GroenLinks. Geert Wilders zegt dat meer dan 1,5 miljoen mensen op hem hebben gestemd. Meer dan 1,5 miljoen mensen hebben gestemd op Geert Wilders. En laat dat nou net het exacte aantal Nederlanders zijn dat kampt met een alcoholverslaving. Rotterdam, dit is geen fake news, hè? Ik noem alleen maar feitjes op in een bepaalde volgorde achter elkaar. Ja, je wordt er toch door beïnvloed. En dat principe van beïnvloeden, dat kunnen we eigenlijk best wel goed inzetten overal. Sterker nog, degene die het zelf inzet, is Geert Wilders. Geert Wilders is afgelopen jaar weer gegroeid. De PVV is weer groter geworden door een hele knappe actie van Geert zelf. Geert heeft afgelopen jaar zijn katten ingezet als verkiezingsstunt. Geert Wilders weet heel geraffineerd, kattenfilmpjes zijn de meest bekeken filmpjes online all over the world. Dus wat heeft Geert Wilders gedaan? 2 weken voor de verkiezingen heeft Geert 2 katten uit het asiel gehaald. Wat ik heel vreemd vond, want normaal gesproken haat hij asielzoekers. En toen heeft hij aan heel Nederland gevraagd, zouden jullie even willen meedenken over de nieuwe namen voor mijn nieuwe katten? Nou, heel Nederland ging meedenken en 2 dagen lang niks anders in het nieuws dan wat worden de nieuwe namen voor de katten van Geert Wilders. En dat is het mooie als heel Nederland gaat meedenken. Dat is een bom van creativiteit. Dus uiteindelijk is het dan geworden Snoetje en Pluisje. Dat is waar het allemaal voor is gedaan. Ja. En zijn vrouw was sowieso helemaal tegen dat hele idee met die katten. Die vond die katten maar niks. Die zei in een interview, weet je, ik moet natuurlijk elke dag poetsen. En vanwege die vieze haren op de bank en die penetrante pislucht. En dan wil meneer er ook nog eens 2 katten bij. Dit is waar wij het tijdens de verkiezingen continu over hebben. Wij stemmen veel minder rationeel en veel meer met onze onderbuik.